Hoi, ik ben Dylan en zoals velen van jullie weten ben ik een enorme smart home fanaat en krijg ik ook vaak vragen binnen. En een van die vragen is: Dylan, hoe installeer ik nu zelf een slimme thermostaat? Nou, toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel een goed idee om te laten zien. Dus in deze video ga ik je samen met onze eigen installateur Steven laten zien hoe je zelf je slimme Honeywell thermostaat kunt installeren. Weet je nou niet zeker of jij een OpenTherm cv-ketel hebt? Check dan even het linkje in de beschrijving waar een pdf-documentje achter zit, zodat je aan de hand van het typenummer kunt checken of jouw cv-ketel geschikt is voor OpenTherm. Heb je nou inderdaad een OpenTherm cv-ketel, dan is de installatie van de thermostaat heel eenvoudig. En we beginnen uiteraard bij het weghalen van de oude thermostaat, maar voordat je dat doet, zet wel even de stroom uit. De meeste thermostaten klik je zo los. En een kleine tip van mij, maak gelijk even een foto van de huidige bedrading, zodat je hem makkelijk weer terug zou kunnen hangen op het moment dat je bijvoorbeeld gaat verhuizen. Vervolgens schroef je de aansluitdraden los met een kleine schroevendraaier, maar doe dit wel voorzichtig, want je wil zeker niet dat deze afbreken. Bij de cv-ketel beginnen we met het aansluiten van de ketelmodule. Allereerst knippen we de huidige kabel door die de thermostaat verbond met de ketel, maar doe dit wel voorzichtig. De aansluitingen op de ketelmodule zijn exact hetzelfde als de aansluitingen op de thermostaat en moeten ook echt op dezelfde manier worden aangesloten. Lukt dit nou niet of is het niet duidelijk, raadpleeg dan even het aansluitschema. Vervolgens kunnen we de kabel die we net hebben doorgeknipt strippen zodat er contactpunten vrijkomen en kunnen we deze aansluiten op de juiste poorten. Doe dit wel exact zoals aangegeven in de handleiding, want als je dit niet doet, zou je wel eens schade kunnen toebrengen aan je ketel. De aansluiting voor naar de thermostaat is duidelijk aangegeven met het thermostaat-icoon en de aansluiting voor naar de ketel is aangegeven met het OpenTherm-icoon. Naast de verbinding met de thermostaat en de ketel heeft de ketelmodule natuurlijk ook gewoon stroom nodig. Nou, ondanks dat het technisch gezien mogelijk is om deze stroom te krijgen via de ketel, is het bijna onmogelijk om te realiseren als je zelf geen monteur bent. Het is echter wel mogelijk met een gewone stroomkabel en een stekker, zodat je hem gewoon in het stopcontact kunt steken. Maar dan moet je wel zelf aan de slag met 230 volt en als je daar niet comfortabel mee bent, dan zou ik gewoon echt even een vakman inschakelen. Zodra de ketelmodule is aangesloten en geïnstalleerd, kun je de werking hiervan testen door op de witte knop te drukken. Slaat de ketel aan, dan weet je zeker dat alles goed is aangesloten en kun je nogmaals op de witte knop drukken om de ketel weer uit te schakelen. Vervolgens kunnen we doorgaan naar de installatie van de thermostaat, die overigens heel eenvoudig zijn stroom toegevoerd krijgt via de ketelmodule. Allereerst beginnen we natuurlijk met het monteren van de achterplaat en kijken we of de schroefgaten uitlijnen met de schroefgaten in de achterplaat. Want als het niet zo is, zullen we deze even goed moeten markeren om te gaan boren, zodat die uiteindelijk goed recht hangt. Zodra de achterplaat is gemonteerd, kunnen we hem aansluiten op de bedrading en zorgen ervoor dat dit op dezelfde manier gebeurt als bij de ketelmodule. Zodra de achterplaat is gemonteerd, kun je de thermostaat erop klikken en deze vervolgens installeren via de Honeywell Home App en een stukje op de thermostaat zelf. Allereerst download je natuurlijk de applicatie en volg je de stappen om jezelf aan te melden. Vervolgens meld je de thermostaat aan, verbind je deze met het internet en is hij helemaal geïnstalleerd. Veel plezier ermee!